Wat is solidariteit nou echt? Is het morele en sociale verbondenheid in tijden van nood? Of is het misschien het bieden van een luisterend oor aan een ieder die niet wordt gehoord? Want we leven in een maatschappij waar we het zelf maar moeten kunnen. Zelfredzaamheid lijkt een lievelingswoord geworden, maar wat nou als dat sociale cement van de samenleving zachter is dan we dachten? Dat het cement waarop we wandelen ons niet allemaal dragen kan. Dan richten we ons op preventie. Met de sociaal werker aan de voorkant. Want we hebben buurtcoaches, jongerenwerkers, een enorme diversiteit. Maar de gemene deler blijft de kleur van onze stem. Dus laten we ons horen. Om samen een koor te vormen, laten we ons verenigen. Alle social werkers. Sociaal werk is van deze tijd. En het wordt tijd voor professionalisering, dus laten we onze geest weer voeden. Nieuwe kennis opdoen door het lezen van boeken. In de voetsporen van Marie Kamphuis jagen we wetenschappelijke onderbouwing aan. Blijven we strijden, net als haar, voor een mooie relatie met de wetenschap. Ligt het hoofd in de schoot, dan is het hoofd eraf. Tot die tijd blijven we vechten. En blijven we ons afvragen wat solidariteit nou echt is. Is het misschien het bieden van een luisterend oor aan een ieder die niet wordt gehoord of is het een gevoel, iets dat je denkt te kennen zonder precies de definitie te weten? Of is het misschien gewoon delen, in tijd, in liefde, in rekening houden met? Het schijnt dat men bij meer verzorging staat, meer doet voor elkaar, maar het werkt ook twee kanten op. Zo brachten we enerzijds maaltijden rond, redden we ZZP'ers, klapten voor hulpverleners, probeerden we het echt maar anderzijds raakt het geduld ook op. Wil men gewoon de straat weer op? Was de corona-solidariteit misschien van korte duur? En een anderhalve meter vorm is niet wat we willen, maar we kunnen niet altijd de barmhartige Samaritaan spelen. Soms raakt de puf dan op. Diep van binnen zouden we het echt wel willen. Misschien lukt het als we toegeven dat we afhankelijk van elkaar zijn. Als we ons weer kwetsbaar durven voelen. Vertrouwen hebben in elkaar en in de overheid. Niet met iedereen voel je losverbondenheid, want de verschillen blijven groot. Zo is de hoogopgeleide minder snel in nood bijna onaantastbaar. Maar als er iets is wat we leerden van afgelopen jaar... is het dat niemand echt onaantastbaar is. We dragen allemaal onze littekens. Volgens mij moeten we elkaar weer leren kennen. En dan vooral elkaars verhalen. Die van de Marokkaanse dame aan de keukentafel... van de vluchteling die nu in Biddinghuizen woont... van degene die niet weet hoe hij de dag doorkomt... Die gewoon weer is, gebeld wil worden. Hoop dat er eens mensen langskomen. Voor degene die liever buiten is dan thuis. Laten wij dan de oplossing zijn. En niet het probleem, zoals sommigen zeggen. We moeten het vertrouwen terugwinnen. Net als bij een relatie, geen korte termijn meer denken, niet meer zo vaak doorverwijzen. Want wij zijn het hart van de verzorgingsstaat. We zijn de ogen en de handen. En die ogen zagen de wereld. Die handen voelden pijn. Maar laat die handen altijd met warmte gevuld zijn. Laat die ogen kijken met aandacht, want we willen allemaal gezien worden. Jij net zo goed als ik. En alle zores wegnemen is misschien te veel voor één mens, maar er is één ding waar ik zeker van ben. En dat is dat de social worker er altijd gewoon kan zijn. En volgens mij is dat pas echt solidariteit. Warmte geven die ook buiten kantooruren blijft bestaan. Dus wat nou als we dat allemaal. Niet alleen de sociaal werker, maar gewoon de hele samenleving. Soms een helpende hand, een luisterend oor of een lieve lach. Zodat de sociaal werker het niet alleen hoeft te doen. Dat wij, de burgers, op onze beurt een steentje bijdragen. Al is dat steentje klein. Zodat de sociaal werker dan ook weer solidair naar zichzelf kan zijn.